Nou, we gaan John. Ben ik weer? Ja, nee. Jij bent weer. John, wij vroegen ons eigenlijk iets af. Jij hebt sowieso met de Vierdaagse heb je Benny Solo te gast gehad. Ja. En wij dachten eigenlijk dat jij heel erg, dat jij echt een carnavalist bent. Maar dat is dus blijkbaar helemaal niet. Dat is echt niet zo. Waarom niet, Jan? Hoe kom je erbij? Omdat ik Benny Solo in de studio heb. Nee, sowieso. Ik vind jij sowieso wel een carnavalpersoon. Nee, maar dat is het echt niet. Nee, weet je, als ik jou zie, dan zou ik zeggen, ja, dat is een carnavalpersoon. Nee, ja, dat zeggen meer mensen, maar dat is echt niet zo. Weet je, ik heb heel veel carnaval gevierd, aanhalingstekens. Ja, bij geweest. Maar daar was ik bij, inderdaad. Daar was ik bij. En maar gedraaid, weet je wel. Daar was ik de DJ. En ging je dan ook als iets... Had je er ook een pak aan? Ja, nee, dat hoeft niet. Nee. Ja, gewoon een boerenkiel, hè. Hupke. En dan stond ik te dragen. Ben je nooit op een boerenbruiloft geweest? Nee, nooit. En ik heb een collega, die is prins carnaval van Valburg. Ja. En een vriend van mij is de prins in Elst. Ja. En ik heb ieder jaar, dat is een beetje een traditie geworden in Konderuurt, heb ik de Nijmeegse prins en de jeugdprins op bezoek. Maar als je niks met carnaval hebt, hoezo dan? Ja, maar ik vind het gewoon leuk om die mensen te hebben. Gewoon gezellig. En weet je ook hoe zo'n benoeming dan gaat van de prins en zo? Ja, dat weet ik. Oh, kijk. Dan vraag ik dan, hè. Hoe gaat dat dan? Weet je? Maar je bent helemaal geen carnavalspersoon. Nee, echt niet. Maar ken jij Benny Solo dan persoonlijk? Nee, ook niet. Maar hoe gaan al die dingen dan bij jou, John? Het is gewoon een kwestie van... Nou, ik wil een leuke uitzending hebben. En ik denk aan de luisteraars. En die denken van, nou weet je, we moeten afgelopen jaar met name... Denk ik van, we moeten een beetje carnaval of vierdaagse sfeer zien te realiseren op RN7. Nou, wie kan dat dan beter als Benny Solo? Ja. En die komt dan, die bel ik dan. Die heb ik hier in mijn telefoon staan, privé-nummer. Die kan, kun je hem even doorsturen? Ik heb dat alleen met Lady Gaga, maar niet met Benny Solo. Die staat gewoon op de site, hoor. Ja. Weet je wat een leuk verhaal is? Ik heb vierdaagse gedaan bij RN7, ook op de Marienburg. En dan was ik 5 dagen of 6 dagen, zat ik, hè, dat weet je ook wel, Rick en Rick, hè, zat ik vierdaagse te doen. En dan had ik allerlei artiesten. En dan kwam Benny Solo, die had ik gebeld van, oh, Benny, wil je komen? Ja, natuurlijk kom ik. En ik kwam, kreeg ik een paar oranje schoenen van hem. Oh? Ja. Oké. Okay. En die mag ik niet aantrekken van mijn vrouw. Je mag niet zoveel van jouw vrouw, John. Nee, echt helemaal niks. Ik heb gewoon geen flikker te vertellen. Nee. Maar hoezo mag je die niet aan, die schoenen dan? Omdat ze oranje zijn. Hè, maar wat heeft dat dan mee te maken? Ik hoorde inderdaad... Ja, maar oranje hoort boven natuurlijk, niet onder. Tegen Benny Solo, toen had jij dat daarover, inderdaad, over schoenen. En ik dacht, waar gaat dat over? Ik wilde dat weten, maar dat heeft, is dus dit. Dus dit, ja. Dus dit verhaal. En die had hij gekregen van de Vierdaagse leiding. Ja. Dat waren van die... Die zijn hartstikke goede schoenen, want man, die lopen als een tierenlier. Die echte high-tech Vierdaagse schoenen. Heb je daar een foto van dan? Nee. Nee, van die schoenen niet. Nee, ik kan mijn vrouw wel even bellen dat ze een foto maakt van de schoenen. Maar dat gaat ze ook niet doen waarschijnlijk. Maar jij mag ze dus niet aan. Mag ik ze hebben? Nee. Oh, jammer. Ja, het is wel heel erg. Wat wil jij ermee dan? Ik ga ze wel aandoen. Echt waar? Ja, ik doe ze dan wel aan. Maar wat zijn dat voor schoenen? Zijn het sportschoenen? Ja, dat zijn gewoon wandelsportschoenen. Ah. Ja, dat is hartstikke. En weet je, geen stiletto's heb ik al wel naast. Ja, hoge hakken. Ik had wel oranje stiletto's verwacht, eigenlijk nu. Dat soort. Maar dus stiletto's? Dat is messen. Nee, ook. Miguel, John is gewoon groot van zichzelf. Dus niet omdat hij op hakken loopt. Nee, oké. Okay. Maar jij hebt helemaal niets met carnaval dus? Nee, nou ja, niks met carnaval. Dat is ook weer overdreven. Ik vind het gewoon leuk carnaval. Ja. Om er niet bij te zijn, maar gewoon geld te verdienen. Het draait wel om geld. Ja, het draait altijd om geld, toch? Maar heb je er dan wel een bezwaar tegen of zo dat we straks toch een carnavalsplaatje gaan helemaal niet, jongen. Nee, echt niet. Nee. Of een carnavalsplaatje gaan we draaien dan? Ja, mannen. Oh, ja. Goed. Nee, carnavalsplaatje vind ik helemaal niet erg. Vind ik ook wel gezellig. Ja. Alleen nogmaals, als ik niet hoef te draaien, dan ga ik echt niet naar de carnaval. Nee. Dan heb ik helemaal geen zin in. Nee, oké. Okay. Goed, zullen we dan op een carnaval manier maar even het weekend dan laten beginnen? Hadden jullie iets anders verwacht trouwens, even by the way? Van jou? Ja, van mij. Je kijkt heel verveeld, van alsjeblieft niet. Oh, zijn we echt zwaar teleurgesteld hier. Ja, oh mijn god. We hadden wel verwacht dat jij echt een carnavalsman was. Ja, nee. Dat je echt in pak en zo, dat je lekker naar de kroeg ging, kroegtijger. Maar dat is niet zo. Nee. Maar ons beeld moet je helaas teleurstellen. Ik moet je helaas teleurstellen. Oké, nou goed. We gaan in ieder geval wel op een carnaval manier het weekend inzingen. Oh, dat is wel leuk. Ja, dat is wel leuk, toch? Oké.